U bent bekend met de actie van Omroep PIM. Omroep PIM doet in de maanden mei en juni van 2019 een grote actie. Er is apparatuur nodig, wordt op heel veel manieren geld geworven. En op 15 juni dan hebben we dan de trekking van de loterij. Gelukkig staat PIM er niet alleen voor en hebben we ook wat ik maar noem ambassadeurs. Een van die ambassadeurs is Garrel Bond, die staat naast me. Hij wil niet ambassadeur genoemd worden, maar hij is wel bezig PIM een goed hart toe te schrijven. Inderdaad. De penningmeester van PIM, die heeft iets voor mij gedaan. Die is mij bekend. Ja, en zo doe je, mede daardoor ben ik aan mijn lintje gekomen. En daarom wilde ik voor PIM iets terugdoen. Ja. En waar bestaat dat terugdoen uit, Garrel? Om in Oud-Monnikendam, heel Oud-Monnikendam, loten te verkopen. En dat gaat behoorlijk. Ja. Heel veel mensen die komen bij een lot, omdat ze mij kennen. Ja. Het klinkt een beetje stom, ik ben geen onbekende in Oud-Monnikendam. Enige ijdelheid mag best hoor. Dat mag. En daarom, het loopt leuk. Mm-hmm. Ik ben nu gisteren begonnen, gistermiddag. En ik heb er al heel wat aan de maan gebracht. Ja. Nou, dat is een mooi resultaat. Ja. Noem eens wat reacties van mensen. Dat was nogal wisselend, hè. Sommige mensen vinden het fantastisch, die kopen er meer dan één. En sommigen zeggen, nee hoor, maar veel te duur. Want wat kosten de loten? Dat kostte 10 euro. Mm-hmm. Maar je moet het niet voor de prijs doen. Je moet het doen om PIM te sponsoren. Ja. En dat gaat ook. De meesten begrijpen dat ook wel. Ja. Dus en er wonen in Oud-Monnikendam natuurlijk ook veel buitenlandse mensen. En die komen dan ook in de voordeur. Maar ja, dat is dan moeilijk om dat uit te leggen wat PIM is. Ja, en hoe doe je dat dan? Dus dan zeggen ze. Ogenblik. En dan komen ze met een euro tevoorschijn. Nou, en dat weiger ik dan niet, dan pak je daar gewoon aan, weet je wel. Ja, zo. Als er wat een collecte is. Ja. Ik weet niet wat ik er anders mee moet. Dus, maar het is een leuke reactie in elk geval. Mm-hmm. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Heb je nog adviezen voor de andere ambassadeurs die ook met loodjes lopen? Nou, ik hoop dat er ook veel ambassadeurs de nieuwe buurt gaan bestoken. Want dat is natuurlijk, dat is het. Want je moet naar de mensen doen. De mensen komen in de regel niet naar jou, je moet het zelf doen. Ja. Dan hebben we wat meer dan alleen Monnikendam. Opmerkingen voor Marken, Broek, Ilpendam. Ja. Als er bekende broekers zijn en bekende markers, dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En die moeten dan ook huis aan huis gaan en proberen om het aan de man te brengen. Ja. PIM heeft nog een verrassing, want op 25, 26 mei, dat is een groot weekend over enige tijd, dan is veel activiteit hier in Monnikendam en dan gaan we ook op de markt staan. Ja. Maar ja, dan, tegen die tijd heb ik Oud-Monnikendam wel gehad. En dan heb ik mijn taak volbracht, denk ik zo. Want het is al, dan ben je al een hele tijd verder natuurlijk. Dat is nog ruim 3 weken. Ja, maar dan heb ik het afgerond. Nou, fijn dat er mensen zijn die PIM een goed hart toedragen en die hun nek uitsteken. Ja. En op voorhand alvast dank voor je inzet, Garrel. Prima. En kom je ook bij de trekking op 15 juni? Dat is de bedoeling, ja. Om een mooie prijs in ontvangst te krijgen? Ja, natuurlijk. Dan gaan we dat allemaal zien. Want ik ben geen onbekende, want deuren gaan voor mij open die voor anderen gesloten blijven. Oh, dat klinkt wel heel pathetisch. Dat werkt heel goed hoor. Ik kan binnenkomen, wil je wat drinken? Ik zei nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Zoals nu vanmiddag ook, je moet meteen weer de straat op om verder te gaan. Ja, want kijk, ik had bijvoorbeeld de Leeuwenhoordijkstraat. En er zijn een hele rits huizen, niemand thuis, allemaal werken. Ja. Dus ik moet daar gewoon tijdens, als het etenstijd is, dan moet ik er naartoe. Ja. En dat doe je ook? Ja, dat moet anders, daar verkoop ik niks. Dus ja, dat weet ik gewoon. Ja, alvast op voorhand een klein applausje voor Garrel. Dank je wel namens alle medewerkers van de Omroep PIM. Graag gedaan.